Davinia van Mechelen, we zijn hier vandaag in, op Sclessin. Stond een belangrijk match op programma, Standaard OHL Women. Jullie hadden vorige zondag de bekerwedstrijd gewonnen, heel belangrijk voor jullie. Hoe ging het vandaag? Ja, vandaag ging het iets minder, maar als je de ploeg ziet, weet je dat je met een heel nieuwe ploeg aan het spelen bent. Meisjes die nog nooit met ons getraind hebben, moeten ineens de basis staan. Mm-hmm. Dus ik ben wel heel trots op de meisjes wat ze toch nog op de mat hebben gebracht. Ja, dat was ook vorige zondag al. De twee mensen die pas voor de eerste keer meespeelden, maakten ook de twee doelpunten. Hier vandaag, niet gemakkelijk natuurlijk, hè, tegen OHL Women. Niet gemakkelijk, maar ik denk dat iedereen vergeet dat er nog twee mensen extra er niet bij waren. Dus we hebben die plaatsen terug moeten invullen, maar ik ben heel trots op de meisjes die zijn ingevallen en ik heb ze niks te verwijten. Leuven was sterker, maar wij hebben vorige keer gewonnen. Ja, je zegt het zelf, er zaten 12 mensen in de tribune die inderdaad geblesseerd waren. Toch, jullie hebben het proberen een goede match van te maken. Voor de mensen om te zien was het wellicht heel leuk. De uitslag is natuurlijk iets minder, hè? Ja, de uitslag is iets minder, maar ik denk dat deze match geen verplicht nummertje was. De trainer heeft voor de wedstrijd ook gezegd, wat wordt, wordt het. Wij hebben van begin van het seizoen gezegd dat we gaan meestrijden voor een prijs. En dat zal nu wel de beker zijn. Ja, en daar loten jullie dan die belofte van Gent. Dat is misschien toch ook wel leuk? Belofte van Gent. Ik denk dat er misschien wel een paar van de A-ploeg gaan bijzitten, maar daar hebben we geen schrik van. We werken heel hard. En als je zelfs mijn B-ploeg Leuven vorige week kan kloppen, dan moeten wij zeker geen schrik hebben van Gent B. Oké. Ik dank je en succes voor de volgende weken en maanden. Dank je wel.